Een bijzondere club dit. 106 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Minimum leeftijd 93 jaar. Vandaag geëerd op het Veteraneninstituut vanwege 75 jaar bevrijding. Stuk voor stuk helden. Of schoon ze dat soms zelf anders zien. Een held? Ja? Nee, een bange scheiter. Ja, ik was werkelijk bang dat het mijn laatste dag was. Klaas Appel uit Enkhuizen was mei 1940 gelegerd bij Delft, waar hij zag hoe een naburige kazerne werd gebombardeerd. Appel had al zo'n gevoel dat het oorlog zou worden en voelde zich helemaal niet zo heldhaftig. Want ik was een bange scheidlijster dat de oorlog uitbrak. Ik had allemaal zien aankomen. Ik kon niet slapen de eerste nacht. Maar fijn, je gaat slapen of je probeert te slapen en dat lukte me niet. Toen ben ik eruit gegaan, de gang opgelopen. En toen keek ik zo de ruige hoek, dat terrein van naar de Maastrijd de Koningin, toen de tijd. Dan zag ik allemaal in de ochtendschemering zwarte stippen aankomen. En die werden steeds groter en toen kwamen de zwarte stipjes nog meevliegen, ook eerst een tijdje. En die begonnen af te zakken. En die kwamen op die grens terecht. Snel aankleden vanzelf. En een vrachtwagen gecharterd, die ons dan van daar naar die kazerne bracht. Daar stonden onze parcelwagens. Dan kom je buiten, dus aan de deur. Al mijn vrouwen, kinderen in nachtkleding. En die staan ons na te wuiven. En dan ga je door de grond. Want ik had van tevoren eerst al 4 keer minstens, dat ik het niet geteld, naar de wc geweest. Ik liep leeg van de zenuwen. En bij mijn eigen gezegd, ja, dat kon je laatste dag wel eens zijn, vandaag. Het zijn eigenlijk hele gewone mensen vaak. Een boer, een metselaar, een leraar, een militair die net opgekomen was. Het zijn over het algemeen gewone Nederlanders die alleen wel in hele bijzondere omstandigheden terecht zijn gekomen. En vervolgens in die hele ingewikkelde omstandigheden hele bijzondere dingen hebben gedaan. En dat maakt ze tot helden. En over het algemeen zien ze dat zelf niet zo. Ze zien zichzelf eigenlijk bijna nooit als held. En ze zullen ze over het algemeen ook niet over zichzelf spreken als held. Alleen wij zien ze terecht wel als held, omdat het voorbeelden zijn van mensen die in een omstandigheid waar onrechtvaardigheid is zijn opgestaan. Of in een situatie waar gevaar dreigde of waar ons onrecht werd aangedaan, zijn ze opgestaan en hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan. Voor ons, voor de latere generaties.